Welkom guys bij een nieuwe aflevering van Nya Ala. Vandaag wordt het, laat me het horen. Masala! Hey, iedereen die me gewoon kent, hè, weet gewoon dat ik... ik ben bijna verslaafd aan masala. Ik kan elke dag masala voor je eten. Ik ben even kort met jou, zoals een gelio gel in plaats van rood. Vandaag maken we dus masala kip. Ik heb gekozen voor tok kip. Dat is dit hier. Tok. Je ja, man, nou een mooi beetje kip. Die verpakking vind ik ook nice van ze, man. Je betaalde je vier tak naar klasse kip. Ja, ja, hè? Als jullie het goed kunnen zien, ik zal even 2,2 kilo isabi. Hoe ja, allemaal biggie bijna morgen. Ik ben heel benieuwd naar hoe deze kip proef. Ik heb gewerkt met andere merken. Maar, mogi adis wang chinkans. Kom dus kip op toon zien. Nadat ik het heb gekocht, gaan we gewoon even checken wat de tasting is. Ik heb hier een hele kip. Met nog wat drumsticks. En we zitten maar gewoon. Vandaag wordt een masala party. Let's go! Je zoekt je uien, schrap. En daar ga je hem schillen. Je nakka knoflook tape in de pat. Weet je? Zodat het gemakkelijk uit zijn vel gaat. Daarna ga je alles gewoon chopperen. En daarna 6 pepers gewoon omdat het kan. Je zet je kip dan om het te wassen. Niet gewoon met water, maar met azijn. Mijn kip was ik met azijn omdat het het vlees malser maakt. En de smaak van de masala kruiden dringt dan beter en dieper in het vlees, heb ik opgemerkt. Daarna heb je al je ingrediënten daar. Het vlees heb ik al laten uitlekken. Ik maak mijn vuur aan, zet mijn pot erop. En dan gaan we olie zetten. Ik zet 7 eetlepels olie op om en bij 3 kilogram kip. En daarna mijn uien en knoflook, die laat ik gewoon lekker bakken. Ik zet mijn tomatenpasta erbij. Dat geeft hem ook die extra kick. En dan gaan we draaien. Laten we het lekker goudbruin bakken. We zetten daarna onze peper. En daarna zetten we onze masala erin. Op 3 kilogram kip zet ik 5 eetlepels masala. Ik werk met maatlepels zodat je het nooit mis hebt. En dan draai je hem. Je laat hem niet aanbranden, anders gaat hij bitter smaken. Je laat hem gewoon doorbakken. En als hij helemaal gebakken is, doe je dan je kip erin. Je draait hem zodat hij gemengd wordt met die masala. Ik zet geen water bij mijn kip omdat hij zelf water loslaat als hij wordt opgewarmd. Daarna zet je wat ketchup erbij, je pigmentkorrels en een beetje kantjoer. Kantjoer geeft het ook die extra kick. Is het net als een soort gember. En dan zet je dan ook je blok, je draait dat alles. En dan maak je dan je pot dicht met een deksel. Laat hem dan op low heat koken voor ongeveer 35 minuten. Koken op een laag vuur is sowieso goed voor je eten, omdat de kip genoeg tijd krijgt om de specerijen tot zich op te nemen. En op deze manier raakt het niet gemakkelijk oververhit. Wat je dan gaat doen met de tijd die overblijft, ga je besteden aan een heel professioneel spelletje, namelijk op de hoge bergen. Als je dan al klaar bent met het professioneel spel, dan is je kip al helemaal ready. Je draait hem voor chakama even. Daarna zet je soepgroenten op het laatst. Je kookt hem lekker vers, zodat hij dan knapperig en dan geeft een lekkere blend in die juiciness van die saus. Als jij iemand bent die je hele leven op Facebook zet, is dit het moment om je telefoon nu te pakken en foto's te maken en dan te uploaden om te java aan je vrienden. Final moment, Doro. Tina. Shuri. Alsjeblieft. Dit is allemaal volgens mij altijd zijn. Maar Kerry kan sweet is zo. What? Het is allemaal even zo dat we het logo. Dop dop allemaal in een curry. Sappen. Tokkip is heerlijk. Is lekker sappen. Maar die curry is echt delicious. Is getrokken. Want ik heb hem op heel laag vuurtje. Heb ik hem laten koken. Je proeft al die ingrediënten. Die kantjoer. Die ketchup maakt het ook lekker, geeft het een apart. Terwijl je praat.
Je mag verder gaan. Zoals je hebt gezien, Uchare Waka, vrouwtje bij Lobatori. Op die manier, vrouwtje taalplek naar me voor life. Weet je wel? Dus voor de mannen die misschien niet kunnen koken, ik heb dit gedaan. Dat jullie zien dat het heel simpel is, flexie. Dus even vrouwen lees nog op zijn voetbori. Hey, zet een kon naar je bar, met je shitak naar ISO. Tokkip was ook sowieso lekker, zoals je hebt gezien, als een wakker naar een tokkip. En, zoals altijd, wenya Allah. Hey, check out. Tot de volgende keer. Yeah.